Nou, ik bereid me meestal thuis voor. iWorks is de producent. Dus dat is het productiehuis, zeg maar, wat het hele avonturenprogramma eigenlijk maakt. En dan hebben we in het begin wel allemaal vergaderingen van hoe zit het, wat is mijn rol, hoe zit ik een beetje qua type in elkaar, hè? Wat kan ik wel en niet als presentator, want daar moet je ook niet overmoedig in zijn en ook niet te bescheiden, maar ja, je kan ook niet alles, sommige dingen kan je goed. Dat gaan we bepalen, oké, wat gaan we doen? En dan weet ik inmiddels wel een beetje uit ervaring dat je kan van alles voorbereiden, maar op locatie gaat alles altijd anders dan verwacht. En dan is het hier op locatie met Jorn, de eindredacteur, dat ik vooral de hele dag bezig ben. Oké, weet je wel, dit spel wilden we doen. Het zand blijkt te heet, de temperatuur loopt tegen de 45 graden, dus we gaan nu even rusten. Weet je. We gaan verder om 3 uur, waardoor dit en dit weer verandert. Dus je moet constant eigenlijk aanpassen en dan pas ik mijn teksten aan. En in het begin heb je nog echt teksten, maar op een gegeven moment kom je zo in dat spel en dan leer je de kandidaten kennen. Dan gaat het allemaal vanzelf. Ik denk dat mijn wekker meestal een minuutje of 7 gaat. En als hij niet gaat, dan word ik vanzelf wel wakker. Want er zijn hier allemaal balkende ezels en kamelen en honden voor mijn raam. En als ze dat niet zijn, zijn er hele drukke Arabieren die hier feestjes vieren. Tot diep in de nacht, die ik om 6 uur 's ochtends ook ga horen. Dus dan ben ik wakker. Nou, ik heb dus een paar keer even gezwommen 's ochtends. Dan ga ik even een half uurtje mediteren of een beetje muziek luisteren. Even relaxen. En dan ga ik ontbijten en dan begint het feest. En dan ga ik... eindeloos kletsen met de crew en met de cameramannen en de eindredacteur. En totdat we beginnen eigenlijk aan de eerste opdracht of de eerste race. Kijk, mijn werk bestaat eigenlijk uit of heel hard knallen of heel lang wachten. Dus ik zit of, hè, ik trap de kandidaten af als ze een opdracht gaan doen. Dan gaan ze bijvoorbeeld een race door de woestijn doen. Of ze gaan een kasbah in om bij een familie dingen te zoeken, hè, in een huis. Dan ben ik eigenlijk heel hard bezig. Dat vind ik ook ongelooflijk leuk. En dan daarna is het vaak voor mij heel lang wachten. Dus dan zit ik vaak in een hete auto. Een beetje als een verbrande aardbei te wachten met een cameraman samen. Ouwe hoeren. Totdat ik weer wat moet gaan doen. En dan ben ik weer een paar uur aan het knallen en dan ben ik geconcentreerd. Mijn dagen zitten er meestal rond 1:50 op, denk ik. Want ik doe altijd het laatste gedeelte, hè? De ceremonie. Dus of er komt een kandidaat bij, of er gaat iemand naar huis. En daar ben ik natuurlijk altijd bij. Dus ik ben altijd bij het laatste van de opnamedag. Dus ik ben meestal pas om 10 uur hier en dan gaan we eten. Ga ik naar bed. Nou, ik vind het fijnst als het een beetje ongedwongen blijft, want dat past het beste bij mij. Dus als ik dicht tegen die kandidaten aan kan staan, dus als we gewoon met z'n allen in een groep staan, als ik dat dan uit kan leggen, dat voelt dat voor mij lekker. En dan kan ik nog eens een arm om Laura heen doen, om Laura Dekker, en zeggen, hé, schat, hoe gaat het nou? Weet je wel, dat vind ik het fijnste. Maar bij dit programma moet je soms ook heel ver van elkaar afstaan. Dus dan staan de deelnemers soms 5 meter van mij af aan de rechterkant, 5 meter van mij af aan de linkerkant, zodat de camera's goed kunnen opnemen. En dan moet ik eigenlijk een officiële tekst doen en dan moet dat wat gedragener zijn, hè? Een beetje officiëler. Ja, daar moet ik nog wel heel erg in groeien, vind ik zelf. Want ik zie mezelf soms staan als een soort van prestatrette met een officiële tekst en dan moet ik bijna lachen en denk ik, nou ja, kijk jou daar nou staan, weet je wel. Ik ben natuurlijk ook gewend om programma's als Sixpack te maken en weet je wel, dat, ja. Toch Lauren verslaat en op reizen met een camera. Dus dat hele officiële, daar moet ik een beetje in groeien nog, vind ik zelf. Ik leef best wel gescheiden van de BN'ers, zeg maar. Bewust. Dus ik klets wel met ze voordat we gaan draaien en als ze aankomen en dat soort dingen. Maar ik eet niet met ze, ik zit niet in het hotel met ze. En dat is ook bewust gedaan, omdat... Kijk, je wil natuurlijk dat ze dingen aan je gaan vertellen als de camera's draaien. En als ik hun aan het eten al spreek, dan gaan ze alles vertellen. Ik ben toch een beetje degene die ze elke keer zien en ontmoeten. Dus dan krijg ik alles wat te horen. En op het moment dat we het programma gaan draaien, dan vertellen ze niks meer. Dus wij leven eigenlijk bewust gescheiden. Maar dat is wel heel ongezellig.